Wij staan op het terrein van Pro Groen, voormalige gemeentewerf, gemeente Arnhem-Lona. Daar is de jongens van Pro Groen die onderhouden onze wijken. En we hebben een samen gegaan om hier een bokashi te maken. Bokashi is gefermenteerd blad. Het is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met zuurkool. Zuurkool fermenteren ze ook. En wij doen dat met blad. Alleen wij maken een product van in onze perken, zeg maar. Het is een heel mooi product omdat we heel veel perken mee kunnen afdichten voor onkruid. En het bespaart heel veel water geven. Het product sluit eigenlijk de grond af en die laat het vocht niet los. En we krijgen er heel veel bodemleven mee terug. En de bodemleven zorgt er eigenlijk voor dat onze, om een heel moeilijk gewas binnen een openbare ruimte zijn, rozen bijvoorbeeld, die willen soms heel slecht groeien. En daar hebben we nu eigenlijk al positieve resultaten mee dat het hele gewas weer begint op te fleuren, zeg maar. Alles komt uit eigen gebied. Ja, het komt door middel van zuigwagens en bladkorven. Dus eigenlijk, dit is het product wat de mensen verzamelen langs de weg. En wat wij verzamelen met de zuigwagen. Als de herfst invalt, dan starten wij op, zeg maar. En dan hebben we collega's samen met de kernbeheer die dan het project bladkorven opzet. Er lag dit jaar heel veel. Er lag heel veel, ja. We hebben te weinig wind gehad. Dus al het blad komt rechtstreeks naar beneden toe. Dus we hebben relatief veel wafelwerk aan gehad. We hebben wel het voordeel dat we wel heel veel bokashi hebben aankomend jaar. Het is heel belangrijk dat het alleen blad is. Alleen het is al voor de verwerking heel belangrijk. Want takken en andere dingen die verteren tussen niet snel genoeg. Dus een tak heeft veel langer werk om te verteren. Deze machine die maakt van de blaadjes hele kleine schilfertjes, zeg maar. En dat wordt hier ingegooid en dan hier staat de toevoeging. Ja, dit zijn de bacteriën. Maar dit is dan een vloeibaar product en we hebben hier een korrelproduct. Dit is ook een toevoeging. Dan gaat het fermenteren, ja. We rijden toch onwijs aan, zeg maar, dat het heel compact wordt. Dat je dan een heel versnelde compostering krijgt, zeg maar. We hebben hiervoor gekozen omdat de cyclus heel kort is, dat we een eindproduct hebben. En we hebben nu, zeg maar, het blad verzameld. En als wij straks weer gaan blad verzamelen, dan zijn de vakken weer leeg. Dus we kunnen eigenlijk in een hele korte periode kunnen we ons blad verwerken. En we kunnen het heel snel gebruiken. Het is turbocompost. Ja, het is een versnelde compostering.